Dorcas start met het geven van voedselhulp aan de families in het door hongersnood en oorlog getroffen Jemen. Volgens de VN zit Jemen in de grootste humanitaire ramp van de eeuw. Elke 10 minuten overlijdt één kind. 14 miljoen mensen dreigen te sterven aan ondervoeding. 22 miljoen mensen hebben hulp nodig. De allesverwoestende oorlog duurt nu al 4 jaar. Het conflict is moeilijk uit te leggen, maar de dramatische gevolgen snapt iedereen. Rebellen, het leger en IS zetten het land op slot. Werk is er niet. De gezondheidszorg ligt plat. Het straatbeeld bestaat uit kapotgeschoten huizen. Een generatie aan kinderen dreigt verloren te gaan aan ontwikkelings- en groeiachterstand. Dankzij de samenwerking met de lokale hulporganisatie ITDC is Dorcas in staat voor langere tijd te investeren in Jemen. De eerste hulp wordt gegeven door middel van voedselhulp. Daarnaast wordt gekeken wat nodig is om ook in de toekomst zo goed mogelijk te helpen. Die hulp bestaat uit wederopbouw en programma's die investeren in voedselzekerheid en vakopleidingen.